Misschien om even aan te haken, wel ook naar Marlijn toe. Wat mij trof is dus dat die vraag over dat onzekerheidsprobleem. Wat natuurlijk, dat zie je dus bij de jongere generatie, bij onze studenten zie je dat. Bijna dagelijks zou ik zeggen. Daar heeft hij een antwoord op eigenlijk toch. En hij zegt midden in dat boek, vond ik eigenlijk mooi, dat het dus de clue is dat mensen de samenhang begrijpen waarin ze staan. En als dat voor elkaar is, dan zijn ze in een evenwichtstoestand, in een midden zou je kunnen zeggen. Hij noemt dat een tussenruimte, waarin die verschillende polariteiten van ons bestaan in balans gehouden worden. Hè. Dus dat gaat eigenlijk tussen mijzelf afscheiden hier en jullie daar, tussen het individu en het collectief, het afzonderlijke en het universele. En in de verticaal tussen het materiële en het geestelijke. En als dat een beetje in balans is, dan kun je dat overzien als individu en dan ben je ook helemaal in zekere rust, in evenwicht. En dat geeft het ultieme zelfvertrouwen. En als je mensen kunt opvoeden, opleiden om dat te bereiken, en de kunstenaar speelt daar wat mij betreft een cruciale rol in, vooral heden ten dagen, dan heb je dus eigenlijk de kern van de zaak te pakken. Ja, je kunt je overweldigd voelen door alle wereldproblemen. En je kunt ook boos worden over wat er eigenlijk zou moeten gebeuren in de wereld. En dat is ook wat zich heel vaak ook afspeelt in talkshows en in de krant. Veel boosheid, veel mensen die met hun vuist op tafel slaan. Het bizarre is dat dat dus vaak nergens toe leidt. Of dat dat gewoon bijna een soort ritueel is van oké, er zijn mensen ontevreden, er zijn mensen boos, maar er is altijd het enerzijds en het anderzijds. En ik zoek in die zin, dat merkte ik heel erg bij mezelf ook, naar van hoe kun je daarin nou ja, gezond blijven of hoopvol blijven. En ik merkte zelf dat toen ik op reis ging en bijvoorbeeld in Palestina aan de slag ging, nou, als er ergens een uitzichtloze situatie is, dan is het voor Palestijnen en zeker diegenen die in een vluchtelingenkamp wonen, soms al generaties lang. Maar als je daar bent, je maakt contact, je zoekt eigenlijk de schoonheid op, je kijkt wat is hier mooi, welke verhalen zijn hier, je gaat muziek maken. In één keer is er toch houvast. Denk je toch van oké, dit is. Op een hele intuïtieve manier heb je het gevoel van dit is waardevol. Dit is belangrijk. Er is contact, verbinding. En dan is het probleem nog niet opgelost. Dus in het boek staat dus vooral beschreven, oké, ja, wat is die houding? Maar je hebt wel een ingang. Je kunt wel echt aan de slag. Je hebt contact als het ware.